Kijk eens hoe lekker dit eruit ziet. Ja, dan heeft er ook deze. En die tomaatjes, en die wil hij er toch niet op hebben. Dus die mag naar mij toe. Zo, nou dat was even een ritje Duitsland. Ja, maar alles was dicht. Dat is handig. Oké, we lopen achter Ro aan en achter Manuela. Ja. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zondag 4 juni 2023 en het is nou net 11:15. Ja, ik heb Ro aan de telefoon. Ik ga zo eventjes met de auto even tanken, want wij gaan zo meteen weer ergens naartoe. En we hebben twee gasten mee, dus die kennen jullie allebei ook al, dus... we gaan er een leuke dag van maken en we nemen jullie uiteraard gezellig mee. En daar zijn we weer. Ja, we gaan weer eens even de app opstarten. Internetverbinding, nee dat weet ik, dat klopt. Deze, jee. Weer mooi opstarten. Weer eens even kijken. Zo, ik krijg dus nou 5 cent korting. Jee. Ja, en dan? Kom. Waarom pakken we hem niet? Kom. Die. Hij pakt hem niet, wat ik wil. Kijk, start met tanken. Ja. Ga ik de tankdop alvast even open doen. Verder. Bevestig. Jee, zo kan het ook. Ga maar even tanken. Ja, ik denk iets van 30, 40 euro, denk ik. Even zo snel gezien. Oh, het is wel lekker weer, moet ik zeggen, buiten. Heerlijk. Kijk, 20 euro al, sowieso. Kijk, dat is check. Dat is vinkje. Nou, dat is ook alweer 30 euro. Zo, ook weer gedaan. Betalen. Betalen ga ik. Ja. Maar niet buiten de auto's gaan moeten timmers doen. Oh ja, nee. Dat zat ik ook net te denken. Ik ben zo slaap. Het valt nou aardig mee hoor, met Nederland. Hier. Het schudt niet heel veel. Oh, nog meer. Jezus. Nou nee, dan en dan en dan is tamp oil en goedkoop hoor. 1,84. Ja. Kijk, en dit is namelijk een uitrit of een inrit en die houden dus vrij, zeg maar, altijd. Nou, echt goedkoper vind ik het niet hoor, moet ik eerlijk zeggen. 16 cent? Ja. Die benzine. 16 cent, precies. Iedereen maar loopt te zeuren van in Duitsland is het goedkoper. Nou, ik vind echt goedkoper vind ik het. En hier is het inclusief wegenbelasting. Ja. Moet je kijken hoe mooi hij is. Kijk, vooral die is mooi. Oh! Deze pruim. Het zijn er twee. Ja, maar alsnog, ik vind hem wel mooi. Ja, dat is goed. En gelijk kopen. Oh, heerlijk.
Dag Gog, doei Gog. West, dag West. Is dat ook oost? Dan heb je al dat razende verkeer, heb je zin in? Aan de achterkant zitten. Aan de voorkant slapen, aan de achterkant wonen. Nooit last. Meneer Nico nou, die zon ook langs te rijden. Ja, ook. Maar dan merk je niks. Nee, dat is waar. Kijk, zie je hoe kort de invoeg dit is? Heb je hier ook nog een mooie fietspad, ook op letter. En dan moet je hier de gek erop, ja. Wezen? Gaan we richting Wezen? Er zijn geen inbochten. Nee, dit is gewoon een stopding. En het is nou wel. Einde 70 staat hier. Draaien of om aan die kant bovenop. Ook dit ding. Zo, nou dat was echt een ritje Duitsland. Ja, maar alles was dicht. Dat is handig. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga samen met Maan dus naar de bak toe. Ja, het is alleen een beetje druk hier. Hoe toevallig, het is druk. Ja, maar dat maakt niet uit. Geef me niet wel ook. Maan, daar. Ja. Nou, en Rodi zei van, ik moet nog even naar de wc, maar ga jij maar even alvast naar de bak. Ja, is goed. Misschien is er wat, misschien is, straks is het niet meer. Nee, is goed joh. Loop wel 2 voor 4 euro, is een beetje duur hè. Ja. Maar oké, maakt niet uit. We gaan eens even kijken wat erin zit, eventueel mogelijkerwijs. Nou, kwaad kijken kun je ook. Mijn genade. Dus even kijken, wat zit er allemaal in? Vooral... Kijken. Dan haal ik deze er even uit voor Ro eventueel. Nou. Joepie de poepie. Oké, we lopen achter Ro aan en achter Manuela. Ja. Leuk, 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 leuk. Ja, ik zal even inzoomen. Want de rest haal ik morgen wel, want ik vind het toch ietsje te duur. Ik ga naar de Aldi. Morgen. Al dit is goedkoper, zeggen ze wel eens. Nou, ietsje. En daar hebben we al de boodschappen. Waar gaat Ro naartoe? Geen idee. Leuk. Ha. Waar ga je naartoe allemaal dan? Ik moet even langs de ronde. De ronde spul, ja, is goed joh. En maar welke wou je dan geven? Schat, hallo. Hè? Welke fles? Waar heb jij het over dan? Het zal. Kijk eens hoe lekker dit eruit ziet. Ja, dan heeft Ro deze. En die tomaatjes en die wil hij er toch niet op hebben. Dus die mag naar mij toe. Nou, eet smakelijk, zou ik zeggen. Jam, jam. Tomaatjes en dat... En dat hoeft hij daar niet op te hebben. Dat lust hij ook niet. Oh. Alsjeblieft, schat. Ik heb even in de groentjes eraf gehaald. Prutten. Tomaatjes. Kom maar. Kom maar. Slik je wel voedselminder tabletten dan? Of doe je dat ook niet? Nee. Kom maar. Ja. En fruit? Dat wel. Oh. Maar jij vond het dus ook leuk? Vandaag? Ja? Ja. Mooi. En waarom vond je het leuk? Nou,
gezellig natuurlijk in de auto. In Duitsland was ook heel mooi. Mm-hmm. Dus ja, was gezellig. Mooi. Eet smakelijk. En nou zitten we bij de Jumbo. Oh jawel hoor. Alleen we worden er niet voor gesponsord. Oh ja, sorry. Ja, dat heb ik vergeten. Maakt niet uit. Opneembaar iemand. Komt nog wel. Nou, weet ik niet. Komt nog wel. Dat was ik ook eerst niet hoor in het begin. Nee, nou. Mooi. Ja, smaakt het lief? Voetgangers hier oversteken. Voetgangers daar oversteken. Oh ja, aha. Uh-huh. Smaakt het lief? Ja? Lekker? Mooi zo. Daar staat hij weer, daar staat hij heel mooi. Oh, wat is hier mooi. Dit is alweer namelijk het einde van deze vlog. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik weer zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.